Het nieuwjaar is gestart met nieuw leven. En landelijk zijn er in totaal 32 baby's verwelkomd op nieuwjaarsdag. De eerste baby, een meisje, is om 1 minuut na middernacht verwelkomd in het 's Lands Hospitaal. Verloskundige Felicia Jeru Gilliat vertelt hoe de eerste dag van het jaar is verlopen op de afdeling. Nou, heel onverwacht natuurlijk, want je weet het van tevoren niet. Je duimt alleen maar dat je de eerste baby haalt. Dus die mevrouw kwam om 22 over 11 binnen. Het was een heropname, dus iemand die reeds bekend was, vorige opname. En om 1 over 12 viel ze de dochter in armen. Ja, dus het dus eerste kindje is dan een meisje. Een meisje, ja. Heel schattig kindje van 3430 gram. Mooi gewicht. En weet u ook toevallig hoeveel er nog meer zijn geboren na dat eerste kindje? Na dat eerste kindje zijn er nog 10 geboren. We hebben in totaal 11 baby's gehad, waarvan 7 meisjes zijn en 4 jongens. Zuster Jeru gaat ook in op de plannen van het ziekenhuis voor dit nieuwe jaar. In januari 2021... naar 31 hebben we in totaal 3.158 kindjes gehad. In zijn totaal, ja. Ietsje minder dan vorig jaar hoor. Of dan het jaar ervoor. Toen hadden we 3.517. Drukker sowieso. Drukker, we gaan gewoon meer baby's hebben. Ja, we hebben laatst Burna Boy gehad. We hebben veel plezier gehad. We gaan meer mama's blij maken. Of meer mama's zullen ons blij maken dat we ze mogen bijstaan bij de geboorte. Heeft u toevallig een nieuwjaarswens naar zowel de aankomende moeders, maar ook uw collega's? Aan die aankomende moeders wil ik zeggen om gewoon de beste moeder te zijn die ze kunnen zijn. Gewoon de beste versie van hunzelf zijn. Goed voor hun kinderen zorgen. En ook natuurlijk goed voor zichzelf. En mijn collega's wil ik gewoon zeggen, thumbs up, laten we het goede werk blijven doen. En elkaar motiveren. Het 's Lands Hospitaal heeft dus net als alle voorgaande jaren ook in 2022 de meeste kinderen verwelkomd. In het Diakonessenhuis werden er in 2022 2054 kindjes geboren. In het AZP 1874. In het Sint-Vincentius Ziekenhuis 1327. En in het Moengera Medisch Centrum 409 baby's. Op nieuwjaarsdag 2023, gisteren dus, zijn er 21 jongens en 11 meisjes geboren.